President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een ontmoeting gehad met de Nederlandse premier Mark Rutte. Onderwerp van het gesprek was het natraject van excuses voor het slavernijverleden. De Surinaamse regering wil een gecoördineerde, integrale en holistische benadering van het koloniaal verleden in al zijn facetten. Premier Rutte heeft aangegeven dat Nederland het vervolg na de aanbieding van excuses in verband met het slavernijverleden graag in goed overleg met Suriname wil voorbereiden en ontwikkelen. In Suriname is er een clusterteam van ministers van onder andere Bibis, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs aangewezen om het overleg, de aanpak en het uiteindelijk plan in het traject na de aangeboden excuses te ontwikkelen. Dit clusterteam zal binnenkort intern in de Raad van Ministers overleg hebben en een platform opzetten van alle relevante maatschappelijke organisaties in Suriname die zich hiervoor inzetten om inclusie en participatie te bewerkstelligen. Het staatshoofd en zijn delegatie keerden vanmiddag terug in Suriname na van 7 tot en met 14 januari een werkbezoek te hebben gebracht aan India. Tijdens dit bezoek zijn er diverse bilaterale gesprekken gevoerd, terwijl er ook op economisch gebied ontmoetingen zijn geweest.